examentraining hoofdstuk 4, elektriciteit, vraag 4. Vraag 4 zie je hier zo. Daarbij, het is een meerkeuzevraagje, maar daarbij komen we toch wel wat berekeningetjes te krijgen. Die wil ik kijken en die wil ik graag met jullie doornemen. Figuur 6 was van belang dat we die erbij houden. Want daarin staat het stroomkringschemaatje getekend van een schakeling waarin twee lampen zitten. De koplamp links en, het achterlicht links. Ze werken allebei dankzij een voedingsbron van 12 volt. Oftewel, de spanning is 12 volt. Dat zie je natuurlijk hier staan. 12 volt en 12 volt. Dat komt overeen met deze batterij. Ene lampje, de koplamp, heeft een vermogen van 55 en de andere achterlichtje heeft een vermogen van 5 watt. Hoe schrijf ik dat nou op? Nou, U is 12 volt. P1 van de koplamp is 55 watt. P2 van de achterlicht is 5 watt. Ik kan zowel aan de gegevens als aan de tekening zien dat we het hier hebben over een parallelle schakeling. Dus ik schrijf even op para bij mijn gegevens, dan weet ik voldoende. Want daarbij komen natuurlijk een aantal gegevens kijken. Parallel wil zeggen dat de stroom zich splitst en dat de totaalstroom een optelling is van de deelstroom. Dan kunnen we natuurlijk eventjes de binas erbij pakken. Gaan we naar de elektrische gegevens, elektriciteit, hier staan ze. We hebben het over vertakkingen, want een vertakking, dat wil zeggen parallel. Deze komt daarbij kijken. En we weten dat de spanning overal gelijk is. De spanning is overal gelijk. Vermogen is ook nog gegeven, dus waarschijnlijk zal deze formule ook wel handig zijn om erbij te houden. Dus die nemen we eventjes mee. Die staat er. Goed, gaan we terug naar onze gegevens. Deze nemen we graag mee. Naar de gegevens. En die doen we even hier plaatsen. Daar staat hij. Wat vragen ze nu aan ons? Nou, zoals je ziet is de schakeling beveiligd met een zekering. Die zekering kun je hier vinden. Dit is de zekering. Maar hoe groot moet die zekering nou zijn? We hebben een keuze uit een zekering van 2, 4 en 6 ampère. Hoe bepalen we dat nou? Nou, om dat te weten moeten we natuurlijk wel weten wat de totale stroom is. En om de totale stroom te berekenen, zoals je ziet in de BINAS, de totale stroom, I is I1 plus I2, moeten we dus eerst die I1 en I2 uitrekenen. En dat kan natuurlijk weer met de formule P is UQI. P is UQI. P is U keer I. We moeten nou de stroom uitrekenen. Dus die halen we weg. Blijft over I1 is P1 gedeeld door U. Is 55 gedeeld door 12 is 55 gedeeld door 12 4 6 ampère. Nou, in wezen heb je met het berekenen van deze stroom al genoeg gegevens, want deze stroom is al groter dan deze zekering, dus we zullen waarschijnlijk eindigen bij deze. Maar goed, we gaan kijken of dat inderdaad zo is. Laten we ook nog even de I2 berekenen. I2 is dus P2 gedeeld door U. Nou, dat is dus 5 gedeeld door 12. 5 gedeeld door 12
42 ampère. IT is dus deze twee bij elkaar opgeteld. Kom ik dus uit op 5,02 ampère. Nou, zoals ik al eerder zei, dat zit dus tussen de 4 en de 6 ampère in. Dus we moeten kiezen voor een zekering. En die zekering is 6 ampère. Dus ik kies voor antwoordje C.